Het is voor niemand een leuke situatie wanneer ouders relatieproblemen hebben. Lukt het de ouders van tegenwoordig nog wel om na zo'n periode op welke manier dan ook op goede voet verder te gaan? Praktijk Marloes van den Heuvel ondersteunt zowel ouders als hun kinderen met scheidingsproblemen in haar praktijk. Zij vertelt ons hier zelf meer over. Als scheidingscoach en relatiecoach kun je ervoor zorgen om ouders inzicht te geven wat daadwerkelijk het probleem is waar ze nu mee lopen. Als dat duidelijk is, kan er gekeken worden naar een gezamenlijk gedragen beslissing of ze gaan scheiden of ze gaan samen verder. De begeleiding is een coachprogramma waarbij de scheidingscoach en relatiecoach in het karretje stapt samen met de ouders, want het is een rollercoaster. Ze gaan naar beneden om later weer naar boven te gaan om uiteindelijk in 8 weken een gezamenlijke beslissing te nemen. Daarna wordt er verder gecoacht door de scheidingscoach als er wordt gescheiden of als relatiecoach als ze samen verder willen. Het resultaat van zo'n coachprogramma is dat mensen en ouders weer verder kunnen. Dat is het uiteindelijke resultaat. En dat ze de regie in hun leven weer pakken na het scheidingsproces of nadat ze een relatiecoaching hebben gedaan. Belangrijk is dat ze compromissen kunnen maken en dat er geen ruzie is, want dat is ten alle tijde in het belang van de kinderen. Ik heb specifiek gekozen om ouders te begeleiden, omdat daar de kern van het probleem zit. Dat is altijd in het belang van het kind. Als dat wordt opgelost, dan gaat het met de kinderen vanzelf beter.